Paldea Fates is de allernieuwste set Pokémon kaarten. En in deze set zitten meer dan 100 shiny Pokémon kaarten. En vandaag hebben we deze Elite Trainer Box. En we beginnen met deze promo kaart, de shiny Mimikyu. Ik vind Mimikyu echt super cool. En het is vet dat hij de ster is van deze Elite Trainer Box. Vette kaart. En het eerste pakje is een shiny Pikachu pakje. Alsjeblieft, een codekaart voor jullie. Daar gaan we. Mijn allereerste pakje, Paldea Fates. Let's go. Nooit bad. Chimeko, de normale Pikachu, niet de shiny variant. Oeh, deze is een leuke kaart. Paldean Student Trainer kaart. Camerupt, een Electric Generator. Op deze plekken die nu gaan komen, kunnen al hele bijzondere kaarten zitten. Heb ik begrepen. We krijgen de Reverse Chimeko. Oh, de Reverse Paldean Student en een Sarilege. Dit kan alleen maar beter worden. Pakje 2 is die Sarilege. Daar gaan we, jongens, met een Charmander. De Rare Candy. Ik voel dat hier wat goeds in gaat zitten. Tendinmousie. Barboach. Nemona Demble. Ik kon haar naam even niet uitspreken. Nemona's Brack. Backpack. Brack. Backpack. Dat is echt een tongbreekkaart, man. Primeape hebben we hier. De Artazon. Dan hebben we een Reverse Lechonky. De volgende is de Reverse Whimsicott. En als laatste. Ik dacht heel even dat die shiny was, maar dat is die niet. Want de shiny is veel roder. Nog een Sarilege pakje. Oké, kom op. Kom op. We moeten even die pools gaan poelen. We hebben Grievert. Charcadetje. Klapbabbes. Ione. Een Kylo Watrell. Curlia. De volgende is ze. Oh ja! Ja! De eerste shiny hebben we te pakken. Tinkertuff. Ja, kijk, je ziet de sterretjes eromheen. Dat laat zien dat het een shiny Pokémon is. Ja, lekker hoor. Kijk even van dichtbij. Vette kaart. En dan zitten er nog twee kaarten achter. Wow, ja! We hebben de shiny Rugtrio Illustration Rare. Wat een goed pakje dit. Glimmende wormen. Kunnen we er dan ook een triple pool van maken? Nee, dat niet. Maar wel even een normale shiny Tinkertuff. En de shiny Rugtrio Full Art Illustration Rare. What? Deze is cool. Drie pakjes, twee pools. We gaan lekker. Dat betekent dat jullie weer een codekaart krijgen. Eens even kijken of we dit voort kunnen zetten. Met weer de normale Pikachu. En deze hadden we net ook. Fiddo. Hunter. Vette kaart. Charmeleon. Technical Machine Crisis. Pungent Dex. Bun. Een Reverse Cyclizard. Hebben we weer wat moois? Nee, we hebben nu de Paldean Wooper. En als laatst een Magmortar. Deze Hunter is ook wel een favorietje hoor. Dat is een hele vette kaart. Kijk, ik gun jullie gewoon die codekaarten. Oh, ik ben super hyped. Een Cottonee. Een Maractus is de volgende. Gimmigool, daar heb ik zo'n vette kaart van. Scraggy. Mousehold heeft ook leuke kaarten. De Ultra Ball. Een Oinkaloinky. Daarna hebben we een Cottonee. Vind ik wel een mooi plaatje dit. Dit vind ik wel een mooi plaatje trouwens. Vind ik een leuk kaartje. En hierna hebben we weer de Paldean Student Reverse. En wow! Charizard EX kaartje. Kijk deze draak even schreeuwen dan. Lekkere pool zeg. Oh, Charizardje erbij. Die zijn altijd fijn om te poelen jongens. Dan Dodonzo. Tot nu toe is dit echt wel een prima Elite Trainer Box. En Electric Energy. Dat is bijna altijd goed. We hebben een Vroom. Mankey. Magmar. Een Nemona. En niet haar backpack, maar de gewone Nemona. Oeh, en de Gengar is ook vet uit deze set. Die Hunter was cool, maar die Gengar is minimaal net zo vet. Heel nice. Technical Machine hebben we weer. Een Dexbun. Dan zou er nu een mooie pool kunnen komen. Maar het is een Chimeko. Daarna is het een Machief. En als laatste is het weer de Sarilege. Maar dat geeft niet. We hebben nog drie pakjes te gaan. Alsjeblieft, deze is voor jullie. Maar de Electric Energy was blijkbaar niet zo goed. Misschien de Grass Energy met een Maractus. Scraggy. Flittle, Donphan, de Nestbal, een Graplocked, Reverse Chinchu, oeh, Reverse Nemona, oh nee, en als laatste, oh, maar wel de Noivern EX. Lekker. Hij heeft gewoon speakers als oren, hè, zo lijkt het. Of zijn het sonars? Schieten allemaal kometen langs hem, zoals je kan zien. Ik wil nog even een shinytje. Misschien zit hij achter de waterenergie. We hebben hier Klopbobbes, Vroom, Mankey. Deze Magmar kaart vind ik ook wel grappig. Ik hou van dit soort clean kaartjes. Wow, kijk deze gangster Scruff die hier zo zit in de neighborhood. Love it. Curlia. Weer de Gengar. En dan hebben we nu... Oeh, lekker. De shiny Hoppip. Dat was mijn eerste shiny in mijn Pokémon Scarlet en Violet serie. Heel cool. Ik ben blij dat ik deze heb. Ik vind die Hoppip leuk. Zullen we dan weer een dubbel pool hebben nu? Nee, we hebben nu Professor Research. En als laatste... Oeh, de Goldengo. Ah, maar ik heb zoveel liefde voor deze Hoppip. Ik ben hier blij mee. Dit vind ik de leukste shiny kaart tot nu toe. We hebben nog één pakje te gaan. Dus laat er wel eens een duimpje achter. En
Laat me in de reacties weten welke shiny kaart jij tot nu toe het vetst vindt uit deze video. Oeh, last pack magic. Ook de laatste codekaart. Daar gaan we. Een Flittle. Paldium Wooper. Grievert. Charcadet. Lantern. Primeape. Ik vind het spannend, jongens. Wat gaan we poelen uit dit laatste pakje? Met een Fiddo. Met, de Reverse Gengar. En, Oké, geen Last Pack Magic. Als de video nu afgelopen zou zijn, dan zou die wel een beetje kort zijn, hè? Zullen we hem langer maken? Whee! Wow, ik pak ze gewoon allemaal. 4 extra pakjes. Ik kan natuurlijk geen 5 minuten video aan jullie verkopen, hè? Hij moet wel even iets langer. We hebben Grievert, Fanfi, Chinchu, Nemona's Backpack, Daxbun, Nestball, de Paldean Student is een reverse, de Barboach is een reverse en... Wow, ja! Deze is vet! De Full Art Nemona Trainer kaart. Sowieso vind ik Nemona een van de leukere NPC's van de laatste Pokémon games. En weet je, trainerkaarten zijn altijd cool. Maar als je hem dan van zo'n leuk karakter krijgt in de game, ja, dan ben ik wel echt heel blij. Ik vind deze heel leuk. Woehoe! Lekker, man. Die extra pakjes, die werken wel. Gelijk door naar de volgende. Nu gaan we voor de shiny. Let's go. We beginnen met een Hunter en een Mime Jr. Vervolgens hebben we Noibet en Chimeko. Iono trainerkaartje. Kyloatrel. Clive. Reverse Noibet. Helaas geen shiny. Hier zit bijna nooit iets goeds op deze plek, volgens mij. Het is vaak of de eerste reverse... of de laatste kaart waar het beste kaartje zit. En als laatst hebben we hier een Magmortar. Maar ik heb het gevoel dat in 2 van de 3 pakjes sowieso wat goed zit. Dus in 1 van de 2 moet sowieso nog wat zitten. Daar gaan we, jongens. Een Watertje. Een Rare Candy. Een Frigibax. Pinako. Ik zit trouwens even te kijken wat dit is. Maar dit is zo'n ingang naar zo'n legendarische Pokémon in de laatste games. En Pinako zit gewoon te chillen hier vanuit zijn boompie. Oké, grappig detail. Nummer op een vulkaantje. De Moonlit Hill Donphan. Atticus trainerkaart. Ja, daar is er weer een. Hoppakee, een shiny Palmo. En bij deze zie je natuurlijk wel super goed dat hij shiny is. Want in plaats van geel is die roze. Ja, weer een shinytje erbij. Ik ben er blij mee. Lekkere pools, jongens. En wat hebben we als laatst? Een Cyclizard. Oh nee, dat was nog niet de laatste. Huh? De Professor's Research. Dit is blijkbaar gewoon een zeldzame kaart. En dan zijn we alweer bij het laatste pakkie. Met een Basic Energy. Chimeko en de Pikachu. De Paldean Student. Fiddootje. Mousehold, Iono, Camerupt, Reversje. Oh nee, weer een shiny. Hoppakee, shiny Verroom. Lekker, man. Oh, wat gaat dit goed. Shinies achter elkaar. Heerlijk. Dan hebben we de Raichu en als laatste Mimikyu. Maar het belangrijkste is dat we de gouden stofzuiger hebben gepoeld. Hoe meer shinies, hoe beter. Maar we begonnen wel met deze hele vette promokaart van shiny Mimikyu. Toen hadden we shiny Tinkerduff. En deze shiny Wugtrio Illustration Rare in 1 pakje. Heel vet. We kregen daarna 2 EX's. Eerst de Charizard. En toen de Noivern EX. En om hem toch nog even af te sluiten. Een van mijn lievelings. De shiny Hoppip. En in de extra pakjes hadden we natuurlijk de gouden stofzuiger. Vroom. Lekker, man. De shiny Palmo. De roze versie. En echt wel mijn favoriete kaartje, denk ik wel, in deze video. De Nemona Full Art trainerkaart. Super vet. Vond je dit super vet? Duimpje omhoog. Abonneer. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel.